Vergadering. De heer Van der Linden. We gaan verder met het debat over het Marrakesh-immigratiepact. Dan geef ik nu het woord aan de heer Frietsema namens de PVV. Dank u wel. Voorzitter, nog nooit eerder is Nederland zo snel richting de ondergang gestuurd als onder het kabinet Rutte 3. Werkelijk, alle immigratierecords zijn gebroken. Niet eens onder rare linkse coalities, maar onder een coalitie waarvan de VVD de grootste partij is. En de grenzen worden nog verder opengezet. Want het VN-migratiepact waar we het vandaag over hebben is één grote oproep tot nog meer immigratie. Het is ook één grote oproep om migranten nog meer rechten te geven en nog meer in bescherming te nemen. Tegelijkertijd krijgen de Verenigde Naties ook nog een grote rol in ons vreemdelingenbeleid. Nadat hierover aan de Europese Unie ook al veel te veel zeggenschap is weggegeven. Onbegrijpelijk. Voorzitter, dit vreselijke pact van Marrakesh zegt dat alle vormen van migratie bevorderd en gefaciliteerd moeten worden. Arbeidsmigratie, partner- en gezinsmigratie en noem het allemaal maar op. En het kabinet staat op het punt om die hele tekst te omarmen. Daarmee is die wereldvreemde pro-massa-immigratievisie van de Verenigde Naties ook de visie van het kabinet. Dan verbindt het kabinet zichzelf aan die vreselijke tekst, nog los van de juridische consequenties daarvan. En alleen dat is natuurlijk al onacceptabel, voorzitter. Dat is namelijk een open uitnodiging richting alle migranten. Die worden weer bevestigd in hun idee dat hier alles mogelijk is en alles valt te halen. Verblijfsvergunningen, uitkeringen, woningen. Kom maar weer naar Nederland, hier ligt het allemaal voor het oprapen. Dat is nu in de eerste plaats de giftige boodschap van deze staatssecretaris en van dit kabinet. Landen die dit pact niet steunen, delen deze open uitnodiging tenminste niet uit. Dit laffe kabinet had zich bij die landen aan moeten sluiten, want die landen zetten zich af tegen het pact, willen niet de rode loper voor iedereen uitleggen. En dus komen die landen ook niet meer bovenaan de verlanglijstjes van migranten en mensensmokkelaars. Maar nu zet het kabinet uit eigen vrije wil een zelfmoordpact in werking. Want in Nederland, voorzitter, staat immigratie helaas gelijk aan de grootschalige import van de islam. Onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden worden in rap tempo ingewisseld voor de kwaadaardige en gewelddadige islamitische ideologie. Een ideologie die onze vrije westerse samenleving helemaal kapot maakt. We zien het elke dag gebeuren op straat, voorzitter. Joden kunnen niet meer met een keppeltje op over straat. Vrouwen worden lastiggevallen en hele stadswijken worden geterroriseerd door reljongeren die helemaal niets met Nederland hebben. Marokkaanse en Algerijnse criminelen roven rond asielzoekerscentra alles bij elkaar. En het kabinet is zelfs al verantwoordelijk voor het binnenlaten van islamitische terroristen. Zie bijvoorbeeld die messentrekker uit Syrië die hier in Den Haag instak op de nekken van drie willekeurige voorbijgangers. Russische roulette, dat is wat het kabinet speelt met de veiligheid van Nederlanders. En met het zelfmoordpact van Marrakesh wordt dat alleen maar erger. Wat bezielt het kabinet om dit te steunen? Het is pure en totale capitulatie. Voorzitter, ook Nederlandse rechters zullen met deze overeenkomst aan de haal gaan. Dat is nu al te zeggen. Het is ook niet tegen te houden met een extra verklaring. De tekst van dit pact blijft immers precies hetzelfde. En die zal door vreemdelingenadvocaten te pas en te onpas worden gebruikt. Zo zegt de overeenkomst bijvoorbeeld dat rekening moet worden gehouden met de kwetsbaarheid van migranten. Ja, dat zal natuurlijk op alle mogelijke manieren worden aangegrepen en worden ingevuld.
In iedere verblijfszaak zal wel een vorm van kwetsbaarheid van de betreffende migrant gevonden worden. En er is geen enkele garantie dat Nederlandse rechters daar geen gewicht aan toe zullen kennen. Sterker nog, in de brief van deze staatssecretaris van 30 november jongstleden geeft het kabinet zelf toe dat rechters zich kunnen laten inspireren door internationale documenten zoals dit pact. De staatssecretaris geeft het zelf toe. En voorzitter, vergeet niet dat we in Nederland te maken hebben met rechters die zelfs een Afghaanse verkrachter matsen met een veel te lage straf, omdat hij anders misschien zou worden uitgezet. Dat zegt alles, voorzitter. Het kabinet zal volharden in het steunen van dit pact. Ook premier Rutte heeft weken geleden al gezegd dat het in het belang is voor Nederland. Hoe verzin je het? In het belang van Nederland. Het is overduidelijk dat dit kabinet het Nederlands belang op onvergeeflijke wijze verkwanselt. Dit capitulatiekabinet, voorzitter, zou zo snel mogelijk moeten verdwijnen. De Nederlandse burger zal er zo snel mogelijk van bevrijd moeten worden. Dan is een motie van wantrouwen het enige antwoord. En daarom heeft de fractie van de PVV die net ook met volle overtuiging gesteund. En daar kan ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bisschop.